is best wel opvallend hoe hard dat mensen de muziek smaken. Hè? En ik ken het zelf ook veel te weinig. Voor mij was bluegrass al helemaal iets ongekend. Country was zo... Ja, ik had Nigel. Dus dat was... ja, moest het niet, punt. En heel veel mensen niet. Maar dan ga je in die wereld en je leert Alison Krauss kennen, Rick Skaggs en heel de Bill Monroe. En maar het is zelf een beetje als Walk the Line. Je voelt echt een liefde voor de muziek. Vooral de manier waarop het tegenwoordig wordt gebracht. Ik vind dat dat heel drijvend is en heel primair, alleen moet ik dat zeggen, aard. En het gaat vaak over iets, meestal. En de teksten zijn zeer zwaar, terwijl de muziek heel luchtig is. En dat maakt het zo aantrekkelijk. Ook om daarmee bezig te zijn. Ja. De meerstemmigheid ook, bijvoorbeeld. Dat is iets dat mij zeer... het is mijn dada. Ik ben er ook altijd mee bezig geweest, vanuit de musical al. Zo close harmony en zo. En je merkt dat dat daar ook in zit. En dan de teksten die diep gaan, die over iets gaan. Het is gewoon heel fijn om daarmee bezig te zijn en dat te interpreteren in je eigen zijn, in je rol, in je eigen leven. Dat terug te, allez, of dat te reflecteren op je eigen leven.